Kom maar spelen. Huh? Jullie spelen straks. Kom, ga met kippen. Kijk, ik ben hier in deze buurt opgegroeid. Ik ben hier op deze pleintje ook opgegroeid. Wij hebben nooit iets gehad van jeugdbeweging of jeugdwerking. Ik heb dat nooit ervaren. Ik heb nooit een jeugdwerker gehad in mijn leven. Ik heb nooit iemand gehad waar ik als ik problemen ergens mee had, dat klaar. Maar nu is dat hier. Cicia Libar is dat hier in deze pleintje. En je ziet, we zijn heel goed bezig met deze pleintje, met deze buurt. Er waren in het verleden veel klachten over deze buurt, over deze plein. Van de buurtbewoners, door lawaaihinder, gestolen voorwerpen. Maar nu is dat beter. Kiki! Ja, Kiki! Ik speel bij FC Antwerpen in de eerste nationale zaalvoetbal. Ik speel ook voor de nationale ploeg van België. Maar ik had nooit echt zo'n gevoel van dat ik een voorbeeld was of, voor de buurt, zeg maar. Hè. Maar sinds dat ik werk hier, sinds januari, toen heb ik echt gemerkt dat ik echt een voorbeeld ben voor de gastjes van de buurt. En ja, ik doe elke dag mijn best om een voorbeeld te blijven voor de gasten. Ik probeer niks verkeerd. Ik leer hun altijd dingen bij die ze kunnen gebruiken in hun toekomst. Wat heb je dan vinden? Nee, ik heb niet. Hij valt de ploeg spelen, hey, kom, bal, bal hier, bal hier, bal hier. Ja, hey, bal. Kom, Arantxa, valt de ploeg. Hier, ik ben een vrijwilliger werker van Aziz. Aziz is een topbegeleider die wij kennen. We kennen die al van klein af aan. Het is een voorbeeld voor ons. Hem willen we graag altijd opvolgen. Een paar jaar geleden deden we niks. Zaten we hier gewoon op een bankje zitten. Kijken en nu kunnen we alles doen, activiteiten samen met Aziz. Hij helpt ons ook met schoolproblemen, thuisproblemen, van alles eigenlijk. Deze jongens die hebben dat nooit gehad, dus dat is allemaal nieuw voor hen. En ik zeg het, ik heb bij elke sessie van een animatorcursus heb ik altijd mensen die mij stalken van ja, schrijf mij in, ik wil. Ja, dingen even. Ik ben ook animator. Jullie moeten stage doen. Ja, ik heb het bij jou. Er zijn gewoon vrienden die dat al hebben gedaan. Ja. En die hebben mij gemotiveerd om dat ook te gaan doen. Dus waarom niet? Waarom niet? Ja. Ik ga gewoon met de kleine kinderen activiteit organiseren. Dat is altijd leuk geweest. Wij hadden dat vroeger niet. En nu zorgen we ervoor dat het kleinste is. Ik heb zo'n paar mannen waar ik echt zo blindelings op kan rekenen. Als die er moeten staan, dan staan die er. Ja. Maar er zijn ook zo jonge gasten, zelfs echt kinderen die bij elk evenement willen helpen, die sturen mij via Facebook van ja, mag ik morgen meehelpen, mag ik morgen dit. Je hebt gezien die dag dat wij die centrum hebben afgebroken. Yeah. Er stonden zeker 60, 70 man, kinderen zelfs. De jongeren hebben inspraak op de bouw van de jeugdhuis, hoe dat eruit gaat uitzien en zo. En wij betrekken de jongens ook heel dichtbij om samen een jeugdhuis te bouwen. Dus we hopen dat in orde komt, zodat deze jonge gasten ook een onderdak hebben als het regent of als het sneeuwt. Dat ze ergens binnen kunnen zitten, zich kunnen amuseren. In een jeugd kun je van alles doen. Dus ik hoop dat dat allemaal in orde komt. Er is een zeer positieve revolutie in dat plein zelf. Niet alleen ik zie dat, de buurtbewoners zien dat, de moeders van de kinderen zien dat. Dus we zijn daar heel goed bezig. Ik zal het zeggen, een tijdje geleden, die jongeren die kwamen niet alleen, die komen niet naar ons zitten, zo, snap je? Dat was niet zo'n goed contact. Voilà, dat was geen goede band tussen ons. Ja. Maar bijvoorbeeld als je nu gaat, je ziet allemaal samen jongeren met ons bijvoorbeeld zitten. Iedereen is alleen. Dat is meer, iedereen is één geworden. Dat is één.